goed, Sophie. Heeft Irene haar flesje al gehad? Zeker, mevrouw. Ze is heel rustig. Ga maar lekker slapen, lieverd. Nee. 15 patronen in het magazijn. Als je de lader gebruikt, 30. Geef mij maar een geweer, dan schiet ik tenminste raak. Met 600 schoten per minuut hoef je helemaal niet raak te schieten. Als er soldaten op je afkomen, maaien ze in één beweging neer. Wat wordt er van jou verwacht als het oorlog wordt? Weinig. Zolang Hitler aan de macht is, blijft moeder op haar post. Ze vindt mij te onervaren. Codebericht van majoor Sas, koninklijke hoogheid. Berlijn? Vannacht of morgen vroeg. Zijn jullie nog hier? We moeten naar de schuilkelder. De kelder is voor de familie, de rest blijft bovengronds. Willem en Martine zijn onze vrienden. Het spijt. Verkenners. Moeder! Ja. Ja. Ten strijde, generaal. En leve het vaderland. Het is begonnen. Er zijn parachutisten geland bij Ypenburg en Valkenburg. En dat na 42 jaar neutraliteitspolitiek. Stil eens. Kom maar recht op ons af. Eruit. We blijven hier. Dit aanvalsplan hebben we helemaal geen rekening gehouden. Alleen op de Grebbelinie in Zeeland en in Koornwerderzand onder stand gehouden. In de omgeving van Den Haag zijn parachutisten geland met de opdracht om de regering en het staatshoofd gevangen te nemen. Daarom wil ik u dringend adviseren om Nederland te verlaten.
Zolang onze soldaten stand houden op de Grebbeberg, doe ik dat ook. Maar de kinderen moeten weg, zoals besproken. De route die we hebben voorbereid naar Frankrijk is niet meer veilig. Dus heb ik opdracht gegeven voor vertrek per schip naar Engeland. Meester. Ik ga vanmiddag met Willem naar Zeeland om de troepen bij te staan. Nee, dat was niet de afspraak. Jij gaat met mij mee en u ook. Het is hier veel te gevaarlijk. Er is een panzerwagen onderweg om naar IJmuiden te rijden. Als u en Bernard niet meegaan, dan blijf ik ook hier. Het is oorlog. Dan is het logisch. Het is jouw plicht als echtgenoot je gezin veilig over de Noordzee te begeleiden. Ik ben militair in actieve dienst. Mijn plaats is dat hier. Dat betekent dat je onder mijn gezag staat. Jij gaat mee. Martine ook. Wat Willem doet, dat laat ik aan hem over. Politiek, dat is jouw zaak. Dat was de afspraak. Heb je hem ooit ontmoet? Ja, ja. Maar der man had wirklich kein Klasse. Hij is een ophit. Mijn moeder heeft geen goed woord voor hem over. Wij gunnen jullie heel veel onbezorgde jaren. Alles. Ik wil alles. En allemaal tegelijk. Prinsjes wil ik. En nog een paar prinsesjes. Veel. Volgend jaar ben ik 40 jaar koningin. 40 jaar. Zal me dat een feest geven? Ik moet er niet aan denken, weet u dat? Ik wil dat je me helpt. Ik zal je helpen. Ik zal je steunen. De beste koningin zijn die Nederland ooit gehad heeft. Het gaat om het bestendigen van de dynastie. Zolang Hitler aan de macht is, blijft moeder op haar post. Ik kan me in Canada niet voorbereiden op het koningschap.